Ja, vrienden, jullie hebben het natuurlijk ook gelezen in de krant. Ja, er zijn twee berichten en daaruit blijkt gewoon in Nederland zijn we gewoon de gekte voorbij. Ja, gewoon eroverheen. Het kan niet gek genoeg. Heb je gelezen over de Harskamp? Daar, of het heet Harskamp, het dorp geloof ik, op de Veluwe. En daar zijn dus een paar honderd jongeren, hè, de toekomst van Nederland, die zijn daar bij elkaar gekomen om te protesteren tegen mensen uit Afghanistan die daar opgevangen worden. Dat is toch werkelijk, daar kan je verstand niet bij. Nee, en dat bedoel ik met de gekte voorbij. Ja, dat is een hele andere dimensie van idiotie. Dat gaat veel verder en hoger. En dat hebben we in Nederland nog niet eerder gehad. Hoe bestaat dat nou? In plaats dat je gewoon je zegeningen telt. En dat je daar blij mee bent dat je leeft en woont in een verzorgd en veilig Nederland. En dat je niet hoeft te wonen en leven in de ellende van een land als Afghanistan. En hoe kom je er dan bij om die mensen zo te ontvangen? Wat zouden we moeten doen met die mensen die daar stonden te protesteren? Hup, gelijk in een bus gooien en in een vliegtuig. En laat ze even een maand daar in Afghanistan even wonen. En dan breng je ze weer terug. En dan zeg je tegen ze, protesteer nou nog eens. Durf het nou nog eens. Jongen. Je wordt toch elke dag weer verrast met dit soort flauwekul. En hebben jullie ook gelezen over de gekte voorbij gesproken? Over die mensen in het ziekenhuis die niet gevaccineerd zijn. Zeg maar de corona-ontkenners. Zeg maar de wappies die in het ziekenhuis liggen. En die daar dan zich misdragen. Dat is toch ook om te huilen, beste vrienden. Ten eerste mogen ze al die niet gevaccineerden dolblij zijn dat ze daar terecht kunnen. Dat ze nog geholpen worden. Want we zouden ook kunnen zeggen, ja, je gelooft toch niet in corona en het bestaat toch niet. Nou, als je dat dan niet vindt, dan blijf dan maar thuis. Klaar. Nee, dan zijn we nog zo vriendelijk om ze te helpen en om ze op te nemen in het ziekenhuis. En dan gaan ze in het ziekenhuis ook nog eens een keertje lawaai maken. Dan gaan ze zich niet aan de maatregelen houden. Ze brengen andere mensen in gevaar. En als ze dan gekanteld worden, daar op de IC, en ze worden op de beademing aangesloten, dan zitten ze nog te brullen en te schreeuwen dat corona niet bestaat. Nou, beste vrienden, dat is dus werkelijk de gekte voorbij. Ja, dat is dus een totale andere vorm van waanzin. En daar hebben we nog niet eens een woord voor bedacht. Nou, vrienden, ik wens Nederland gewoon heel veel beterschap.